lekker deel, jongens. Door. Jongens, die bal moet voor ons zijn. Leg die bal. Leg die bal. Een bekertje en geef het even door. Niet op de grond flikkeren allemaal. Kom op. Ja, wie wil een beker? Wij zijn de betere partij. Alleen we moeten onszelf wel belonen. Wat belonen betekent dat we scoren. Ja, want we hebben gelukkig een doelpunt te maken. Het is 1-1 geworden. Maar dan kunnen we de tweede helft, als we onszelf nog meer belonen, dan gaat het gewoon hartstikke goed. En dan spelen we een hele goede wedstrijd. Achterin moeten we wel op blijven letten. Eén ding blijven doen, duels winnen, ja, dan is er niks aan de hand. Ja. Achterin de tweede achterin staan, dicht bij elkaar, zodat er niemand tussen weer kan spelen. Blijf de buitenkant opzoeken. Ja. Want je ziet, daar ligt de ruimte. Als wij de buitenkant opzoeken, dan moeten we heel veel lopen om ons de bal af te pakken. Okay? Dus we gaan even wisselen. Kian die komt erin voor Hugo. Dion, jij gaat verdedigen van middenvelder. Dus Nelis nog steeds rechts achterin. Ja? Nicolo gaat er even uit. Dan komt Tom erin. Ja? Tom gaat rechts voorin. Ties aanvallende middenvelder. En Nicolo links voorin. Ja? Ties. Dus niet te diep gaan spelen. Hè? Maar als je te diep speelt, hebben we niemand op middenveld. Dus je moet een beetje terugzakken. En op de lijn tussen de twee doelen voetballen. Ja. Hey mannen, gaan we er tegenaan? Ja! Kom maar! Thank you.
lekker.